Welkom bij de podcast Pensioen Insight. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen we je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel. Als gevolg van de wet Toekomstpensioenen en kijken we naar pensioen binnen het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Er gaat een hoop op ons afkomen, maar wat zijn nou dingen waar je echt rekening mee moet houden? En misschien nog belangrijker, wat moet je er precies mee en wanneer? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks. In deze eerste aflevering gaat host Bastiaan Staring, partner bij PwC en bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt, pensioenen en belasting aan Tilburg University, in gesprek met Ronald Doornbos, partner bij PwC en expert op het gebied van pensioenen. Ze hebben het onder andere over de aanloop naar de wet, de belangrijkste wijzigingen en geven praktische tips. Nou, Ronald, leuk om hier samen deze podcast te doen. De eerste van hopelijk een, een grote reeks aan hele succesvolle podcasts over het pensioenstelsel. Maar ik vraag me meteen af, waarom doen we dit überhaupt? Want we hebben toch het beste pensioenstelsel ter wereld. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we, we zijn al jarenlang uh, staan we bij de top 2, top 3, zeg maar, van de beste pensioenstelsels ter wereld. En toch willen we gaan veranderen. En dat komt eigenlijk door de zekerheid die wij beloven in ons stelsel, hè, de zekerheid op een, op, op een pensioen, daarvoor moeten we heel hoge buffers aanhouden. En door die buffers, en met name ook door de lage rente van de afgelopen jaren, zie je dat de pensioenen nou, vanaf 2008, denk ik al wel, niet tot nauwelijks zijn geïndexeerd, gecorrigeerd voor inflatie, behalve het afgelopen jaar dan misschien. En daarnaast die zekerheid die wij altijd beloofden, die is ook niet zo hard geweest als dat we dachten. Want we hebben ook gezien dat pensioenen af en toe gekort of hè, verminderd zouden worden. Dus er moest een nieuw pensioenstelsel komen met een aantal doelstellingen. En een van die, uh, van die doelstellingen is een, een, een eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen. Dus uiteindelijk meer inflatie uh, gecorrigeerd uh, uiteindelijk. En dat betekent een nieuwe balans tussen een ambitie die we de mensen willen willen, willen bieden, zekerheid. En ook de kosten die dat met zich meebrengt. Daarnaast willen we ook een transparanter pensioen en een persoonlijker pensioen. Niet in de laatste plaats zien we ook dat de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, hè, die zijn echt wel veranderd ten opzichte van 40 jaar geleden, dat het pensioenstelsel er eigenlijk niet mee in, in lijn is gebleven. Dus nou ja, dat bij elkaar zorgt ervoor dat we naar een nieuw pensioenstelsel zijn gaan kijken. Maar misschien heb ik dan een vraag voor jou: mm -hmm. want het is niet iets waar we gisteren mee begonnen zijn. Uh, heb jij een idee hoe lang we er al eigenlijk mee, uh, mee, uh, mee bezig zijn? Ja, ik, ik vrees als we dadelijk uh, helemaal geïmplementeerd zijn... al bijna twintig jaar. Hè? Want laten we eens even terugkijken hoe is het begonnen. We hebben natuurlijk de financieel-economische crisis gehad... in uh, 2007, 2008 zo ongeveer. Hè? En wat we toen zagen is dat door de daling van de rente... en de daling van de, nou ja, van de aandelenmarkten... Hè, we in ja, een paar maanden tijd, in zes maanden tijd... in Nederland ongeveer 400 miljard euro aan dekkingsgraad zijn kwijtgeraakt. Hè? En... Toen dachten we, jeetje, precies wat jij zei net, Ronald. Dat stelsel is helemaal niet zo goed en zo zeker als we altijd gedacht hadden. Wat gingen we toen doen? Hè? Dat zie je altijd in Nederland. Toen gingen we studiecommissies in, in het leven roepen. Je kent ze misschien nog, hè? de Commissie Freins, de Commissie Goudswaard... Die zijn begonnen met het schrijven van een rapport. Van het moet eigenlijk anders met pensioenen in Nederland. Nou, en na die rapporten zijn de sociale partners erover gaan praten. En in de polder. En is uh, uiteindelijk het eerste pensioenakkoord uh, gesloten een paar jaar later. En uh, je, wie kent er nog? Hè? Agnes Jongerius van de FNV. Die is daar toen op gesneuveld. Het zogenoemde casino-pensioen. Uh, nou, 2011. Was heel, 2011, ja. 2011 ja, ja, kun je nagaan. Dus er was heel veel ophef over. Maar toch, uh, het ging toen niet door. Maar iedereen wist wel, ja, we moeten toch wel veranderen. Want we kunnen niet bij dat oude systeem blijven. Dus we zijn verder gaan onderhandelen. En studeren. En uitzoeken en praten. En uiteindelijk, na heel veel vijf en zes, en ik sla een heleboel stappen natuurlijk over nu. 2019, Wouter Koolmees. Die presenteerde samen met de Stichting van de Arbeid. Uiteindelijk het pensioenakkoord. Wat we nu, een paar jaar later, dus uh, in wetgeving proberen om te zetten. Dus het heeft even geduurd. En als we dadelijk in 2027 zijn geïmplementeerd. dan zijn we twintig jaar bezig met elkaar. Ja, dat is een lange tijd. Ja. Maar we zijn er nog niet helemaal, hè? Want uiteindelijk zal ook de. Eerste Kamer hier nog mee moeten instemmen. Ik krijg heel vaak de vraag: wat denk jij, Ronald? Uh, gaat dit uiteindelijk ook door de Eerste Kamer komen? Ik stel hem jou nu. Ja, ik denk het wel. Dus we zijn inmiddels zo ver na twintig jaar, er is niemand. Het is in niemands belang meer om hier nu nog nee tegen te zeggen. Dus ik weet eigenlijk 100% zeker dat het doorgaat. Het is een gevaarlijke uitspraak. <laughs> hè? En, 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 we gaan zien of dat ook echt zo is. Maar het kan nu niet meer fout gaan. En ik heb ergens ook wel gelezen: we moeten dit ook zien als een comma en niet als een punt. Hè? Dus we gaan nu hopelijk dat nieuwe stelsel invoeren. Maar tegelijkertijd weten we dat het niet perfect is. En dat het eigenlijk nog steeds niet goed genoeg is. Maar goed, dat maakt niet uit. Je moet ergens beginnen en dan hebben we vervolgens weer nou ja, een paar decennia om het stapje bij beetje steeds nog weer beter te maken. Maar ik ben ervan overtuigd: het gaat nu door. De Eerste Kamer die heeft nog, uh, nog even de tijd. In juni wordt hij natuurlijk vervangen. En voor die tijd ga ik er echt vanuit dat ze ingestemd hebben. Maar genoeg over het proces, uh, Ronald. Kun je misschien uh, kort uitleggen voor onze luisteraars wat nu de belangrijkste veranderingen zijn in dit nieuwe stelsel? Ja, het is een, een behoorlijke verandering. En als ik dan uh, nadenk over wat zijn nou de belangrijkste zaken, dan pik ik er eigenlijk vier uit. Dat is één, alle pensioenregelingen in Nederland worden premieregelingen, zoals we die eigenlijk nu ook al wel kennen... Hè? de beschikbare premieregelingen. De uitkeringsregeling, de middelloon, de eindloonregeling... die houden op te bestaan en iedereen krijgt zijn eigen pensioenvermogen. Dat is een hele belangrijke eerste wijziging. De tweede wijziging, en die is ook financieel van aard... is dat de leeftijdsafhankelijke premies... die we eigenlijk in ons pensioenstelsel nu kennen... of dat nou bij een pensioenfonds is of bij een beschikbare premieregeling... die gaan op de helling... Er komt voor iedereen een leeftijds onafhankelijke pensioenpremie. Die hangt wel af van de werkgever, maar voor iedereen gelijk. En dat betekent eigenlijk in de praktijk, en misschien komen we daar later nog eventjes op terug, is dat voor de jongeren er wat meer in de pensioenpot komt en voor de ouderen er in principe wat minder in die pensioenpot komt. Maar daar zullen we wel iets voor moeten regelen. Maar misschien daar later meer over. Een derde belangrijk element is dat het nabestaande pensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen gaat op de schop. Nu is dat bijvoorbeeld nog afhankelijk bijvoorbeeld van de diensttijd... die je kunt bereiken bij je, bij je, bij je werkgever. Die wordt diensttijd onafhankelijk. Ook een, best wel een verandering. En een vierde, maar dat geldt eigenlijk alleen voor pensioenfondsen... en dat is veel in het nieuws, is het zogenaamde invaren. En wat we daarmee bedoelen, dat is... we hebben opgebouwde pensioen in het huidige stelsel... En dat gaan we binnenbrengen in dat nieuwe stelsel. Eigenlijk via een collectieve waardeoverdracht noemen we dat dan. overigens. Maar dat noemen we in dit geval invaren. En dat heeft ook een behoorlijke impact op, op, het, op het hele denken... en het proces om tot een nieuwe, nieuwe pensioenregeling te komen. Ja, ik was, ik was laatst in België. Hè? Dan, uh, dan zeggen ze invaren, invaren. Hè? Wat heeft dat nou met de nautische wereld te maken? Nou, eigenlijk helemaal niks, hè? Maar het gaat, als ik jou goed begrijp, vooral om het converteren... van al dat oude liggende geld naar Dat nieuwe systeem, dat is uiteindelijk wat we doen, inderdaad. Wat twee systemen naast elkaar houden: het oude waar we eigenlijk afscheid van willen nemen, en het nieuwe naast elkaar. Ja, dat is, dat is gewoon te complex. Dat, uh, dat ja, ja, dan zouden we 50 jaar lang twee systemen moeten ja. uitvoeren terwijl we dan juist van het oude systeem af willen. Dus ja, dat ja, ja dat, 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 dat lijkt me logisch. Het klinkt wel als heel complex, uh, Ronald. Hè. Het is een omvangrijk proces. We weten, er zit, uh, afhankelijk van wanneer je rekent, uh, 15 tot 1800 miljard euro in die pot. En als we die allemaal moeten gaan invaren, als ik jou goed begrijp, dan, ja, dan komt natuurlijk de vraag van wie krijgt welk deel van die pot. Dus dat, dat klinkt alsof er heel veel belangen zijn, daardoor heel veel belangen tegenstellingen. En dan wordt het altijd complex. Dus het is financieel omvangrijk. En het is complex. Het is arbeidsvoorwaardelijk, hè? want pensioen is toch een arbeidsvoorwaarde. Dus nou, ik kan me voorstellen dat daar weer een zorgvuldig instemmingstraject bij hoort. Met ondernemingsraden, vakbonden, misschien individuele deelnemers. Maar die financiële impact, daar wil ik graag wat meer over weten. Hoe, hoe zit dat nou precies? Kun je daar iets meer over zeggen? Ja. Nou, ik zei het straks misschien al eventjes, hè, uh, met name die verandering van de leeftijdsafhankelijke naar de leeftijdsonafhankelijke premie, we noemen het heel vaak flat rate, hè, uh, kort, uh, kort gezegd, dat gaat betekenen dat die jongere deelnemer wat meer in de pensioenpot gaat krijgen en die oudere deelnemer wat minder. En wat het pensioenakkoord of de wet toekomstpensioenen ook zegt... is ja, je zult die mensen wel adequaat moeten compenseren. Ook al het is een arbeidsvoorwaarde. Je kunt niet zeggen, uh, de wet zegt dat ik het moet veranderen... Uh, en, en daarmee doe ik verder niks. Ik zal ook iets moeten gaan compenseren. Nou, als je dan even in je gedachten neemt, jongeren wat meer... ouderen in principe minder, maar die moet ik compenseren... dan zal je over het algemeen zien dat het geheel ja. tot wat meer kosten gaat leiden. Nou, dan zien we eigenlijk twee verschillende stromingen. Uh, dat is... Uh, werkgevers die een pensioenfonds hebben. He? Mm -hmm. Of de, de, de pensioen hebben ondergebracht bij een pensioenfonds. Nou, dat zijn er nog 150 tot 200 he? pensioenfonds in Nederland... op dit moment uh, uh, die er zijn. En je hebt te maken met werkgevers die bij een, een verzekeraar... of een premiepensioeninstelling een pensioen hebben ondergebracht. Nou, waarom maak ik dat onderscheid? Omdat de pensioenen bij een pensioenfonds kunnen worden ingevaren... en deel uitmaken van het hele pakket. Met dat invaren zou ook wel een deel van die... Compensatie, die achteruitgang die bij die ouderen het gevolg kan zijn, zou daarmee teniet kunnen worden gedaan. Dat nieuwe pensioenstelsel gaat tot naar verwachting betere resultaten leiden. En het restant zou dan eventueel nog wel door extra premiebetaling gefinancierd kunnen worden. Werkgevers die een pensioenregeling hebben bij een verzekeringsmaatschappij, en nog steeds een middelloonregeling of een eindloonregeling of een beschikbare premieregeling, en dat kan ook bij een premiepensioeninstelling. Ja, die hebben eigenlijk die mogelijkheid niet. Die hebben natuurlijk wel opgebouwde pensioenen. Maar bij een pensioenfonds is het van het collectief. Met ja. buffers die vrijvallen en die ingezet kunnen worden. Dat heb je niet in dit soort regelingen. Daar heb je eigenlijk al je eigen pensioenpot. Dus daar valt niet heel veel mee te doen. Dus kijken we alleen naar de toekomst. En als je er dan op achteruit gaat, ja, dan zijn er een aantal mogelijkheden om, om, om daarmee om te gaan. Nou, laat ik beginnen met de, de, de schijnbaar de meest makkelijke financieel gezien. Maar arbeidsvoorwaardelijk misschien een lastige is... Mm -hmm. dat er in die pensioenwet het overgangsrecht is gekomen. Of eigenlijk officieel de eerbiedigende werking. Oh ja. Is dat je voor je medewerkers die je tot 1.1.27 in dienst krijgt... mag je de huidige regeling in stand houden. Ja. En dan heb je dus niet te maken met die ingewikkeldheid... van we moeten allemaal naar één premie toe. Nee, dat is gewoon die leeftijdsafhankelijke premie. Maar vanaf 1 januari 2027 moet je wel voor nieuwe deelnemers... een flat rate gaan introduceren. Dan zie je al wel... Nou, misschien moeten we daar niet al te veel op ingaan, maar financieel lijkt dat misschien allemaal wel, 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 wel relatief simpel. Maar ja, ja, je gaat ook twee workforces krijgen uiteindelijk hè, in die end. Ja, dan krijg je twee mensen die zitten naast elkaar, allebei even oud. De een krijgt veel meer pensioenpremie dan de ander. Daar moet ja. je goed over nadenken, hoor ja. ik jou zeggen. Wil je dat? Ja, ja. en zitten er zitten nog veel meer plussen en min in. Ja. Overigens, de pensioenlasten gaan over het algemeen ook dan echt wel omhoog. Ja. Want die ouderen die gaan hè, de, 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 die staffel door, zoals we dat noemen. En die jongeren krijgen ook gewoon minder, of meer, zeg maar, die nieuw in dienst komen. Dat is een van de oplossingen. Verder heb je de oplossingsrichting, die in de wet toekomstpensioenen wordt genoemd. En dat is dat je binnen de pensioenregeling gaat compenseren. Nou, daar zitten wel voorwaarden aan. En dat betekent eigenlijk uh, twee belangrijke elementen. Je moet dat binnen tien jaar doen. Daar is ook de fiscale ruimte uh, tien jaar lang voor opgerekt om extra te compenseren. En je moet het ook voor alle deelnemers die in die periode in dienst komen, dus ook nieuwe deelnemers, zul je die compensatie moeten doen. Hm. Dus je doet het over een beperkte periode voor een groep die relatief groot is. Want ook mensen die uitstromen worden vervangen door nieuwe mensen. Dat is één van de mogelijkheden. De andere mogelijkheid is nog om dat buiten de pensioenregeling te doen. Ja, en dan zit je niet vast aan die restricties over tien jaar. En je hoeft dat ook niet voor nieuwe deelnemers te doen. Het misschien wel een hele mooie mogelijkheid ja. om het juist in het bredere arbeidsvoorwaardenpakket te brengen. He, die ene euro die je aan je medewerker uitgeeft, ja, daarvan kun je ook zeggen van nou, een deel wat nu naar pensioen gaat, kan ik ook inzetten. Nou ja, in die war for talent, mensen aantrekken, behouden om dat arbeidspakket beter in te richten. Hou die nog even vast. En dan gaan we misschien bij in volgende podcast nog verder over praten. Lijkt me een mooi onderwerp. Dat klinkt allemaal best complex, Ronald. Tegelijkertijd hebben we net gezegd: uh, 1 januari 2027 moet je klaar zijn. Nou, dat betekent dat we nog 3,5 jaar de tijd hebben met z'n allen. Hè. Dus de gemiddelde luisteraar denkt misschien: Nou, tijd zat. Waarom zou ik hier nu morgen mee aan de slag gaan? Wat is jouw beeld daarbij? Hebben we tijd genoeg? Nou, ook daar zie je weer een beetje de tweedeling. Uh, werkgevers die hun pensioen hebben ondergebracht bij een, bij een pensioenfonds, uh, die zijn eigenlijk al allemaal al best wel lang aan de slag. Want 1127 klinkt heel ver weg. Maar per uiterlijk 1 januari 2025 moet het zogenaamde transitieplan, wat de sociale partners met elkaar op moeten stellen, zullen ze gereed moeten hebben. En in dat transitieplan daar staat in van uh, welk type regeling ga je in? Ga ik dat invaren? Is dat de wens om dat te gaan doen? Het is overigens de default, dus uh, ga ik dat doen? Gaan de mensen op achteruit? Hoe ga ik dat compenseren? Nou, dat pakket moet 1 januari 2025 klaar zijn. En dat is al best wel snel uiteindelijk. Ja. Ja. En dat, uh, met name omdat we zeggen, het gaat om heel veel geld, het gaat om heel veel belangen. Dus uh, die partijen zijn allemaal wel begonnen. Kijk ik dan naar de werkgevers met een beschikbare premieregeling, met een verzekerde regeling. Daarvan merk ik op dit moment nog heel veel van, het zal de tijd nog wel eventjes duren. Ik heb die tijd nog wel. Maar ook daarvan zou ik eigenlijk willen zeggen, weet je wel wat de consequenties zijn? Van deze verandering. En met name dan ook de financiële consequenties. In deze tijd waarin we allemaal de, de, de onderhandelingen kennen over de, de salarissen. Enorme inflatie, daar moet 8% bij, daar moet 10% bij. Maar kan je voorspellen, in dit type regeling is bijvoorbeeld een, 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 een extra bedrag wat naar pensioen moet vloeien door die compensatie, 2 tot 3% van de loonsom, zal geen uitzondering zijn. Dus je kunt maar beter nu alvast die impact. Goed weten, zodat je ook in die onderhandelingen daar, daar nu al rekening mee kan houden. En nogmaals, als iedereen straks tegelijkertijd gaat beginnen. Ja, dan komen we in die flessenhals waarin uitvoerders, maar ook adviseurs en noem het maar op, minder tijd gaan krijgen. Dus ik zeg echt van je moet nu dat inzicht gaan bekijken. En dan kun je altijd beslissen wat je er dan mee doet. Ja. In end. Dus vooral niet wachten. Nu beginnen. Want uh, voor je het weet ben je te laat en uh, word je gedwongen tot keuzes die als je er goed over na had gedacht eigenlijk niet had willen maken. Zeker, ja. Nou Ronald, de tijd gaat snel. We zijn al bijna door onze eerste aflevering van deze podcast serie heen. Ik heb het gevoel dat we eigenlijk snel verder moeten praten. Hè? Misschien niet per se jij en ik alleen, maar uh, we moeten ook kijken of we andere experts aan tafel kunnen krijgen, kunnen brengen. Omdat uh, ik me zo voorstel dat dit uh, op heel veel bredere arbeidsvoorwaardelijke zaken invloed kan hebben. Maar eh, toch even een soort van resumerend. Wat zijn voor jou nou de drie belangrijkste boodschappen voor onze luisteraars? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag zou zijn: waar wil je het verder de volgende keren nog over hebben? Um, de belangrijkste drie takeaways. Nou, de makkelijkste is eigenlijk om te zeggen: alle pensioenregelingen moeten op de schop. Denk niet dat jouw regeling daaraan ontkomt. Iedereen moet op de schop. Of dat nou uh, de flat rate is, of dat nou het nabestaande pensioen is. Dus een heel belangrijk: het gaat gebeuren. De tweede is eigenlijk waar we het net al over gehad hebben. Start gisteren. Kijk naar wat de consequenties voor jou zijn. Zeker in de turbulente tijd waarin er nou ja, financieel ook best wel heel veel aan de hand is uh, met, 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 met de medewerkers. En de derde, denk ik, is, die heb jij volgens mij ook al wel een beetje genoemd, verandering kan niet zomaar. Hè? Dat de wetgever iets verandert, betekent niet dat je gewoon met je medewerkers, maar ook hè, met de afvaardigingen daarvan, de OR of een vakbond, tot een compromis moet komen, tot instemming moet komen. En dat betekent vaak ook dat zijn trajecten waarin je iedereen mee moet nemen. Iedereen moet snappen wat er gebeurt. En dat betekent ook dat dat best wel heel veel tijd uh, kost uiteindelijk. Jouw laatste vraag was, wat, ja, wat zouden we... we in een volgende podcast uh, uiteindelijk misschien uh, mee moeten nemen? Of zo vertaal ik hem uh, misschien. Ja, eventjes. precies. Ja. Hè, ja. Want wat, ik, ja. We hebben deze podcast gaat over pensioenen. Maar we weten als geen ander, pensioenen is een onderwerp ja. dat... Raakt aan heel veel andere onderwerpen. Dus waar zou een volgende aflevering, of de aflevering ja. daarna nog over moeten gaan, wat jou betreft. Nou, ik denk dat die stelselverandering misschien ook wel een katalysator kan zijn om zeg maar. Hè, we hebben het over die compensatie gehad. Moet dat nou binnen pensioen? Hè, over zoveel jaar begrijpen we niet eens meer waarom we die compensatie ook weer hadden. Maar het is misschien wel het momentum om dat in, in, in het bredere arbeidsvoorwaardenherziening te bekijken. En ik denk dat we daar uh, best wel wat, uh, wat, wat over te melden hebben. Uh, hè? Collega Raymond Welmers, uh, die, die wellicht de volgende keer aanschuift, die, uh, die kan er nader op ingaan. En, uh, dat uh, lijkt me heel interessant uh, voor de luisteraars ook om dat, uh, om dat mee te nemen. Nou, dat lijkt me ook. Ik kijk er naar uit. Voor nu, uh, Ronald, zeer bedankt voor, uh, voor deze eerste sessie. Ja, en uh, nou ja, graag tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. In de volgende podcast is Raymond Welmers, partner bij PWC en expert op het gebied van Total Rewards te gast. We bespreken hoe wijzigingen van de pensioenregeling aanleiding kan zijn voor een hervorming van het bredere arbeidsvoorwaardenpakket. Kijk voor meer informatie over pensioenen op de website van PWC en volg onze podcast in jouw favoriete podcast app.